gebieden van Amsterdam-Zuid. We zullen langs een aantal hoogtepunten gaan en een aantal dieptepunten van Amsterdam-Zuid. En we gaan beginnen bij de Berlagebrug. We lopen hier, we lopen hier naar buiten en dan gaan we naar het grasveldje bij de Berlagebrug. En dat zal onze eerste stop zijn. Ik ben Alexandra. Gwendolyn staat naast mij. Waar is Klo? En daar is Kloding. Wij gaan met z'n drieën de tour doen. En we hebben een gastspreker vandaag. En dat is Damien van de winkel Startarchaeoloog. De andere van onze projectgroep is Dominique. Daar dus met zijn mooie paraplu. En Claribel. En wij hebben tourvragen. En ik ben de docent. Oh, sorry. Ja. Roosli is de docent. Ja. We staan hier nu voor de Berlagebrug. Deze is gebouwd in 1932 en ontworpen en vernoemd naar de Amsterdamse architect Berlage. In 1925 werd de Vrijheidslaan, die hier over de brug heen loopt, gebouwd. Het was een hele brede laan en toentertijd was het erg bijzonder, want nergens in Amsterdam was zo'n laan. Dus Amsterdammers waren erg trots op. Met het afmaken van die laan was deze brug er nog niet en was Amsterdam-Zuid niet verbonden met de rest van Amsterdam. Het heette de Amsterlaan. Maar na de Tweede Wereldoorlog hebben ze besloten om de grote wereldleiders te vereren. Dat hebben ze Rooseveltlaan, Churchilllaan en Stalin aangenoemd. Maar nadat Stalin was overleden in 1953, kwam als een oorlogsmisdade werd bekend. En dan waren ze weer. Ze hebben grote vaten waar ze heel veel azijn en zout in stoppen en daar bewaren ze groenten, fruit en zelfs haring in. Dat is een manier hoe Joden ook gebruik maken in hun keuken. En hier kun je verschillende dingen proeven zoals je hier op de foto ziet. De eerste eigenaar was Isaac de Leeuw. Hij heeft de zaak in 1850. En hij heeft hier de rode fruit van de pieten gebruikt in zijn schilderijen. Dat maakt het dus heel bijzonder en daar zijn ze heel blij mee. Heerlijk. Ja. Eitjesuur. Moet je nog haring te maken. Ja. Een beetje een druk kruispunt. We staan nu vlak voor het drukke kruispunt van het Victorieplein. Dit plein heeft niet altijd het Victorieplein geheten. Van 1922 tot 1946 heette dit het Daniel Willingplein. Het was vernoemd naar een Nederlandse dichter. Hij was niet heel bekend, maar omdat zijn werken veel te maken hadden met de Amsterdamse historie, de poëzie en gedichten, had ze het plein naar hem genoemd. Dit plein was vroeger ook een verzamelpunt voor de jodentransport. Hierachter ligt de Rivierenwijk en dat is en was een wasserdicht. En veel van zijn bouwwerken staan hier in Amsterdam. Onder andere het uitbreiden van Amsterdam-Zuid, de buurt van Berlage in het centrum, de Bonte Burg, dus een diamantverwerkingsgebouw. En haar dagboek is wereldwijd de meest gelezen dagboek ter wereld. Nou, over wie heb ik het? Anne Frank. Uiteraard, Anne Frank. Zij heeft hier gewoond op nummer 37. Op 2 hoog heeft zij gewoond. In 1933 kwam Hitler aan de macht in Duitsland. En werd de bedreiging van het antisemitisme zo groot dat de familie Frank besloot om te gaan vluchten naar Nederland. Ze kwamen hier in Amsterdam te wonen op 2 hoog op het Merwedeplein. Ze hebben hier gewoon tot en met 1942. En toen kwamen de Duitsers ook te veel aan de macht in Nederland en moesten zij gaan onderduiken. Ik ga je ringen, zoals moet ik eigenlijk zeggen. Een meisje van 9 jaar
woonde in Wenen met haar familie, maar ook daar werd het antisemitisme, de bedreiging daarvan, te groot. En dan moesten zij gaan vluchten naar het buitenland. Ze zijn toen gevlucht naar een vluchtelingenpensioen in Brussel. En haar vader werkte toen in... via een terras. Jullie kunnen nu via het hek ook een beetje naar binnen kijken. Alleen degenen die aan de binnentuin wonen, die mogen dus gebruik maken van de binnentuin. Zoals je ziet, zit er een hek en aan de andere kant ook, dus je hebt een sleutel. Ja, ze, die hebben er nooit gestaan. Nee. Maar ja, dat hebben ze ook verkeerd gedaan. Het zijn prachtige rozen. Ja. Maar de meermin zie je niet meer. In de burgemeester Tallige straat en ook die kant op, dan zie je het allemaal hier een spiegelbeeld is. En het klopt ook perfect. En je ziet ook per ingang, per deur, dat is een deur voor 6 woningen is het ook. Dus er is ook een trappenhuis zitten binnen. Dat is iets heel anders dan eigenlijk dat je een portiekwoning zit. Hier is ook meteen aan de straat. En als je ook naar binnen gaat, heeft elk huis ook een eigen nummer. En dat is ook heel bijzonder, dat zie je daar ook. Maar eigenlijk in Amsterdam praten we altijd... huis, 1 hoofd, 2 hoofd, 3 hoofd, maar die term 3 hoofd. Nou ja, er zijn hierachter nog 2 pleinen. En hierachter zijn ook een paar woningblokken gemaakt. Het wandeltour organiseren en het guidebook maken wat we hebben gegeven. We hopen dat jullie het leuk hebben gevonden en wat meer informatie hebben opgedaan over Amsterdam Zuid en Plan Zuid. En als er nog vragen zijn, dan willen wij die beantwoorden.